Het beroep van molenzeilen maken is behoorlijk uniek. Er zijn in Nederland maar twee mensen die dat doen. Het is je bedrijf, het is je passie, het is je hobby. Het is ooit begonnen toen ik 20 jaar was en ik een molenboek van mijn vrouw cadeau kreeg. Toen ging het luikje opeens open en zag ik de schoonheid van de molens. Het langdurige werk aan een zeil. Je bent er toch zo'n 12 uur per zeil mee bezig. Dat is niet altijd even leuk. Het is soms doordouwen. Maar als ik het zeil op de molen ga vastzetten en de molen ga draaien, dat is het mooiste moment. En in drukke tijden, dan werk ik 's avonds gewoon door. Daar heb ik helemaal geen moeite mee. Ik heb een kleinschalig ambachtelijk bedrijf en ik ben op mijn manier met het milieu bezig. Ik wil geen gemotoriseerd vervoermiddel. Vandaar dat ik het transport met fiets en een aanhangkarretje doe. En dan maak ik dankbaar gebruik van de trein om de grotere afstanden te overbruggen. Het is me tot nu toe prima gelukt om overal te komen. Als je boven in het hek staat om het zeil op te hangen, dan sta je ongeveer op zo'n 9 tot 10 meter. En dan zou je volgens de Arbo-normen moeten borgen met een veiligheidsriem. Maar ja, je kan met zo'n veiligheidsriem kan je helemaal niet bewegen in zo'n hek. Prachtig.